Voor dit experiment ga ik mensen hun gedrag onderzoeken aan de hand van een spelletje Monopoly. Daarvoor hebben we een aantal kandidaten uitgenodigd die denken dat ze meedoen aan een nieuw televisieprogramma om gekke spelregels te testen. Ze weten dus niet dat ze in Mindfuck zitten en dat ik stiekem achter de schermen hun gedrag ga onderzoeken. Bij dit spel heb ik de spelregels namelijk oneerlijk gemaakt en krijgt één van de twee kandidaten een groot aantal voordelen. Speler B krijgt de voordelen. 2 keer zoveel startkapitaal. 2 keer zoveel salaris. Gooi je met 2 dobbelstenen in plaats van 1. Oké. Oké. Succes. Ja, jij ook. Deze 3 spelers zijn dus op een oneerlijke manier in het voordeel. Ze krijgen 2 keer zoveel startkapitaal, een extra dobbelsteen en dubbel zoveel geld telkens wanneer ze langs start komen. Ik ga onderzoeken of het extra geld en de voordelen invloed hebben op hun gedrag. Dankjewel. Het spel begint. De eerste paar beurten is het nog gezellig en gaat het gelijk op. Oh ja, nee. Ja. Nou, dan mag jij beginnen. Maar al vrij snel zien we opvallend gedrag. 12. Dat is ook weer eens. Oh nee, is niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Merkwaardig genoeg lijkt het alsof de spelers in het voordeel steeds dominanter gedrag gaan vertonen. En steeds harder met hun pion over het bord beginnen te lopen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 4, 8. Ook valt het op dat de spelers in het voordeel veel meer met hun geld bezig zijn. Even om geld tellen. Ja, sowieso 400 euro. En verder naar start. Krijg 200. Ja, ik krijg 400. Oké, zo even cashen. Het lijkt erop alsof ze steeds hebberiger worden. Ik krijg 10 euro van je. Echt? Wow. Ja. Tijd voor de volgende stap. We hebben van tevoren expres een schaal nootjes neergezet. Zou hun hebberige gedrag hier ook invloed op hebben? 4. 1, 2, 3, 4. Kanskaartje. Ga 3 vakjes terug. Oh. Ja, hoeveel moet betalen. En ja hoor, de spelers in het voordeel eten veel meer nootjes. Terwijl de spelers in het nadeel de schaal amper aanraken. Maar hoe is dit gedrag van de rijke spelers te verklaren? Uit onderzoek blijkt dat naarmate iemands rijkdom toeneemt, ook het gevoel van eigenbelang en hebberigheid toeneemt. Terwijl de gevoelens van medeleven en empathie juist afnemen. Je verwacht misschien dat iemand die meer geld heeft automatisch ook vrijgeviger wordt, maar het tegenovergestelde blijkt vaak waar. Ditzelfde fenomeen zien we ook terug in ons eigen spel. Ook al hebben de spelers in het voordeel al bijna al het geld in handen, ja, dat is 50. Toch worden ze steeds hebberiger en onsportiever. Ja. Gaan we even handelen, toch? Nee, we gaan niet handelen. Kreeg je nog geld? Krijg jij nog geld? Omdat ik lang start. Ja, eigenlijk wel. Jammer dat je niet meer vergeten. Je kunt niet eens kopen, hè? Ik kan hem niet kopen. Even kijken. Ik heb toch geen geld. Dat is van mij eigenlijk. Klopt ook wel. Ik heb net veel verdiend. Dus dan... Dat is gewoon van mij, is dat. Het spel is afgelopen. Maar het meest opvallende moet nog komen. Niet alleen lijken de spelers een stuk hebberiger en onsportiever geworden, maar ze denken ook nog eens dat ze het succes aan hun eigen speltactiek te danken hebben. Ja. Ik dacht al dat ik zou winnen, maar het stond toch altijd even afwachten. Maar ik had een tactiek. Strategie is proberen volle steden te krijgen. Ja, ik moest hem zo min mogelijk geven. En hij moest zo min mogelijk geld krijgen natuurlijk. Ja, voorbereiden en mentaal natuurlijk ook gewoon sterk zijn. En gewoon toch een beetje intimiderend overkomen. Ja. Tijd om de kandidaten de waarheid te vertellen. Wat? Hallo. Hallo. Ik moet jullie iets bekennen. Ja? Jullie zijn te gast in Mindfuck. Ah. We wilden namelijk zien wat het effect was van het feit dat jij in het voordeel kwam. Mm-hmm. Op hoe je je vervolgens ging gedragen. En het mooiste is nog wel dat alle winnaars het succes volledig toekennen aan hun eigen speltactiek. Ik heb gezegd... Wat heb je gezegd? Je hebt tactiek al veel mee. Oh zo, ja. Het is wel even een realisatiemomentje dat je denkt, oké. Oh, dat is echt heel confronterend. Nou, ik denk als je ongeluk hebt dat je het eerder gaat afsteken op de situatie. En als je geluk hebt, dan ga je het meer op jezelf rekenen. Mensen willen graag ownen
wat hun kant op komt vallen. Ja, dat je toch denkt, oh, ik heb het zelf gedaan. Toch alles op mezelf afgeschoven, ja. Misschien een goede les voor in het vervolg.